Minister Hoofdraad, wisselkoers relatief stabiel. Financiën minister Gilmore Hoofdraad zegt dat elk land haar eigen graadmeter heeft die voor gerustheid of ongerustheid kan zorgen in de gemeenschap. De heftige koersschommelingen zijn zo goed als verdwenen. Wij zien een relatieve stabiliteit in de wisselkoers, alleen ontstaat er onnodig paniek in de samenleving wanneer de koers enkele dagen in beweging komt. Volgens de bewindsman ontstaan er tekortkomingen vanwege lek aan communicatie of coördinatie. Er zijn momenten waarop het land behoefte heeft aan meer valuta of er kan sprake zijn van een overschot en hoe er daarmee wordt omgegaan. De ervaring van de afgelopen jaren leert ons dat er heel snel paniek ontstaat in zo'n kleine gemeenschap. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.